Hallo allemaal, hartelijk welkom bij mijn volgende video over de Ortho Laser Master 15 Watt Ortho Laser Master 2. Dit keer gaan we een project doen, dat is eigenlijk door mijn vrouw bedacht en daar dank ik haar voor. Daar hebben we ook een heleboel dingen voor moeten verzamelen, dat zeg ik ook gelijk. We gaan namelijk een dienblad maken waarbij we in dat dienblad tegels gaan leggen. Ook werkelijk zoals je een wand zou betegelen, dus met tegellijm en voegmiddel. Maar die tegels gaan we vooraf belezen. En je kunt je voorstellen dat je daar alles van kunt maken. Je kunt een leuke gravure, dat is wat ik nu ga doen. Ik ga een gravure gebruiken. Je kan ook een familiestamboom maken. Je kan ook gewoon simpelweg een mooie spreuk erop maken. Bedenk jij het maar, alles kan. Wat hadden we daar dan voor nodig? En wat heb ik daar dan moeten aanschaffen? Om te beginnen dienbladen. Daar ben ik gelukkig redelijk goedkoop aan kunnen komen via Marktplaats. 10 stuks, 15 euro, 1,50 euro het stuk. Dat is een behoorlijke goede prijs. De tegels, maar die had ik al. Ik lees al veel tegels. Die tegels die kosten iets van, ruwweg 7,5 euro de 44 bij, voor 44 tegels bij de Gamma. Met een grootte van 15 bij 15, witte tegels. Om een muur mee te betegelen, niet zo geweldig heb ik gelezen. Maar we gaan geen muur betegelen, dus dat is makkelijk. Wat ik er ook voor nodig heb is een tegelsnijder. Want je snapt dat eigenlijk normaal gesproken en ook nu net niet. Dat dienblad precies de maat is van een aantal tegels. Dat is ook niet mogelijk. Daar moest ik trouwens ook wel over lachen, over die tegelsnijder. Die ga je ook nog in gebruik zien in de video. Ik dacht een kleine tegelsnijder te bestellen. Maar dat ding dat was meer dan een halve meter groot, man. Niet de maal. Maar oké, goed, prima. Geen punt, die strook. En wat ik nog nodig heb, wat ik nog niet heb weten te bestellen, of niet heb weten te bestellen, nog niet besteld heb. Simpelweg omdat ik nog lang niet klaar ben met het project. Is eigenlijk de tegellijm en het voegmiddel. En dat is natuurlijk een beetje lastig op dit moment, omdat de winkels nog dicht zijn. Als ze dicht blijven, zou ik het toch moeten bestellen. Dan moet ik het ophalen, denk ik, bij de Praxis. En dat zal alles bij elkaar een 20 euro kosten. En dan zul je daar waarschijnlijk ook wel wat meer dingen mee kunnen doen. Dus voordat het op is. Het is alleen zo dat zeg maar die tegellijm en die voegmiddelen die zijn niet enorm lang houdbaar. Dus het is dan zinvol om ook gelijk wat meer dienbladen te maken. Maar mijn focus erop is er nu eerst één te maken. En dat proces wil ik hier weer aan laten zien. Ik hoop dat je het leuk vindt. Het eerste wat we moeten gaan doen is, we moeten de tegels. Ik heb er hier 6 liggen. Ik heb namelijk 6 hele nodig. En een 7e die versneden gaat worden. Die moeten natuurlijk eerst schoongemaakt worden. Ik doe eerst even de 6 tegels zeg maar, die ik werkelijk ga gebruiken om te laseren. Want die moeten straks beschilderd gaan worden. Dus wat pak ik? Ik pak een spuitbus met isopropanol. 99% alcohol. Ik spuit daarmee de tegel in. Pak een doekje. En maak dat goed schoon. Zodat we een stofvrije tegel hebben. En dat ga ik doen voor alle 6 tegels. Dat hoef je natuurlijk niet helemaal op video te zien. Het is niet echt een moeilijke aangelegenheid, maar het gaat erom dat alle rotzooi die erop zit, dat die eraf gaat. En daarna gaan we naar beneden. En als de tegels dan droog zijn, dan gaan we ze schilderen met spuitlak. En daar kom ik dus zo weer even bij je op terug. In dit gedeelte van de video gaan we laten zien hoe je dit met een spuitbus verf schildert natuurlijk. Dat is natuurlijk niet zo moeilijk. De verf die gebruikt wordt is een hoogglansverf. Ik ga dus geen primer gebruiken, maar gebruik hoogglans. Dat is bij het laser beter. En wat we proberen is zeg maar als het ware op deze manier over de tegels te gaan. Eenmalig. En dan over de andere zijde over de tegels gaan. En zorgen voor goede dekking. Ja, dat gaan we even uitvoeren. Ik merk ook dat mijn fles bijna leeg is. Maar ik heb hier nog meer staan, dus. Maar neemt niet weg dat je het wel dekkend kunt krijgen. Zo, dat is eenmaal verticaal en nu horizontaal. Doos omdraaien. Dat is wat makkelijker.
Zo. En dat doen we voor alle 6 de tegels. En als dat dan droog is, kunnen we beginnen met het laserwerk. Goed. Wat heb ik gedaan? Ik heb een afbeelding gedownload van mijn stad. De stad Arnhem in een oude gravure. Ik heb bewust een oude gravure gekozen, omdat een oude gravure veelal, niet altijd, maar veelal niet onder het copyright meer valt. Neem verder niet weg dat het voor eigen gebruik is, dus ik mag het sowieso gebruiken. Er zit nog een andere reden waarom ik deze gravure gekozen heb. Bij mij aan de muur hangt een erfstuk van mijn ouders. En dat is eigenlijk dezezelfde gravure. Dat zal ongetwijfeld dus een replica zijn, dat kan niet missen. Is ook niet erg. Maar die hangt dus hier aan de muur. En het zou natuurlijk erg leuk zijn als ik diezelfde replica op dat dienblad zou hebben. Alleen, nou zijn die tegels, die zijn 15 bij 15 centimeter. Dus 150 bij 150 millimeter. En deze afbeelding is natuurlijk verre van dat. We zullen hem dus moeten gaan knippen. We zullen hem uit elkaar moeten halen. Eerst groter moeten maken, dan uit elkaar halen. Enzovoort, enzovoort, enzovoort. Nou, daartoe ga ik naar de volgende website. Je zult het adres even over moeten nemen. Alhoewel, misschien zet ik hem ook wel even onder de video. www.imageonline. Kom-UA. En dan heb ik een website waar ik kan gaan aangeven hoe of wat ik wil hebben. Dus als ik naar beneden scroll, dan kan ik om te beginnen het bestand kiezen. Nou, dat ga ik doen. Ik ga datzelfde bestand kiezen. En dat is deze. Die laat ik in. Verder ga ik dan aangeven het aantal delen in de breedte. Dat zijn er bij mij 3. In de hoogte, dat zijn er 2. Dan heb ik dus 6 tegels, als het ware. Ik wil ze vierkant maken, square part. Je kunt het uitzetten, maar waarom vierkant? Die tegels zijn vierkant, dus ik maak ze vierkant. Support het bij Instagram, dat maakt me verder niet uit. Je kunt eventueel trimmen vanaf links van de tegel rechts zetten, dat je zeg maar niet de hele tegel belezert, maar een stuk daarvan, maar dat laat ik zoals het is. En je kan het output formaat kiezen. Daar kiezen we in principe PNG zonder compressie uit. En vervolgens klik ik, trouwens er staat hier nog bij van copy EXIF data. Nou, dat maakt me eigenlijk niet uit, dus het mag op nee. En dan klik ik op OK. En als ik dat dan op OK klik, dan krijg ik uiteindelijk 6 delen te zien. Die zien we hier staan. Deze 6 delen zijn door mij al bewerkt. Zullen we zo meteen zien. Maar dit is de eerste stap. Die foto opdelen in 6 delen. En dan gaan we vervolgens zometeen naar dat bewerken toe. Het voorbewerken van de foto's doen we in de website imager.com. Er zijn ook mensen die zeggen Lightburn kan dat zelf. Zal ongetwijfeld zo zijn. Maar ik ben wel een voorstander toch van imager.com te gebruiken. Normaal gesproken zul je als je imager.com gebruikt later de functie pass-through gebruiken in Lightburn. Ik doe dat dan weer niet, dus eigenlijk doe ik dubbelopbewerking, daar komt het eigenlijk een beetje op neer. Bij Imager klik ik hier linksonder op Imager, deze hier. In de bovenbalk, ik zeg linksonder, maar ik bedoel in de bovenbalk linksonder. Daar hebben we namelijk een heleboel mogelijkheden. Contouren ergens van maken, puzzel ergens van maken, hebben we toevallig al gezien. Ik ga Imager aanklikken. Als ik die aanklik en ik scroll naar beneden, krijgen we een aantal stappen te zien. Dat zijn hier die blokjes. Upload, crop, resize, enzovoort, enzovoort. Ik doe upload. Ik pak een van die bestanden. Laat ik maar even deel 1 hier nemen. Deze is al bewerkt hoor, maar dat geeft niks. Ik laat het je zien hoe het werkt. Imager laat die foto. En als je nu naar beneden gaat, zie je dus dat plaatje staan. Ja. Croppen hoeft eigenlijk niet. Want hij is al door dat andere programma in delen van 15 bij 15, of niet delen van 15 bij 15, maar in 6 delen uit elkaar gesneden. En dat waren vierkanten, dus dat vierkanten, dat is mooi. Ik ga dus naar resize. Bij resize zet ik hem op millimeters. En ik zet hem op 150, zowel width als height. Dit is nu 150, omdat deze foto al voorbewerkt was. Ik zet vervolgens ook de dpi op 318. Dat is het aantal regeltjes wat die uiteindelijk lasert. Dus en hoe meer regeltjes, hoe mooier de afbeelding wordt. Alleen er zit wel een grens.
En voor deze machine, zoals mijn Ortur, ligt die grens ongeveer op 318 dpi, zoals dat heet. Dus deze settings geef ik hem mee, 318 dpi, fixed aspect ratio. Dat wil zeggen dat zeg maar, als ik deze verander in 149, verandert deze ook in 149. Ik klik op OK. En nu krijg ik twee afbeeldingen te zien als alles goed is. Met nog de mogelijkheden om van alles aan te passen, maar dat ga ik helemaal niet doen. Want die gravure, dit is al een mooie gravure. Je mag eventueel tekst toevoegen, dat doe ik niet. Ik ga naar materiaal. Als ik tekst wil toevoegen, doe ik dat in Lightburn, omdat ik daar veel meer keuzes heb, denk ik, als voor lettertypes en dergelijke. Ik pak het materiaal. We gebruiken niet old en we gebruiken niet CO2, tenzij je een CO2 laser hebt natuurlijk. We gebruiken de Norton methode en dat is de Norton White Tile. Dat wil zeggen witte tegel die ook wit beschilderd is. Dus je hebt ook Norton White Tile met Painted Black, dat is dat er zwart overheen geschilderd wordt. Want wat er daarmee gebeurd is, is dat zeg maar niet het glazuur geëtst wordt, maar alleen er verf wordt aangebracht en dan de bovenlaag weggelezerd wordt. Maar dat heeft ook als gevolg dat zeg maar, de tegel te beschadigen valt. Dus als je er glazen op zet, zul je zien dat het dienblad er niet meer uitziet op een gegeven moment. Dus we pakken de Norton White Tile, drukken op OK. Hij voert er een bewerking op uit. We krijgen wederom bij de afbeeldingen te zien. Daar is eigenlijk niet veel verschil tussen, want nogmaals, hij was al bewerkt. En ik klik voor download en dan download ik het PNG-bestand. Ja? En dat is wat we bij mij net zagen. Dus dit hier in deze map, dit zijn dus de PNG-bestanden nadat ze daar bewerkt zijn. In de delen zoals dat aan is gegeven in dat andere programma, dat ik 6 tegels wilde hebben van vierkante vorm, zeg maar. Nu kunnen we naar Lightburn. Eigenlijk is het in Lightburn heel eenvoudig geworden. Wat we in Lightburn gaan doen, zoals altijd eigenlijk, we gaan zeg maar eerst eens even het materiaal tekenen wat we gaan gebruiken, zodat we precies weten van hoe groot en waar. Dus ik ga een vierkant trekken. Ik doe dat altijd in de vorm van een rechthoek of zo. Ik kijk dus nooit naar die shift ingedrukt houden. Lukt me toch nooit. Geen probleem. Bovenin zien we dat hij op dit moment 143 bij 138 is en hij moet dus 150 bij 150 worden. Dus ik verander die waardes. Het slotje is open, heel belangrijk, want als het slotje gesloten is, dan verandert de ene waarde met de andere waarde mee. Daar klopt er nog niks van. Nu is hij dus 150 bij 150. Nu kan ik het slotje erop zetten. Nu is hij gesloten. En ik selecteer hem meteen. En dan zet ik hem op een toolpad. Ja. Dus ik zet hem op een T-laag. Dat kun je bovenin zien, het is alleen maar een kader, want hij wordt niet gelezen, hij wordt alleen maar, het is alleen maar de omtrek van onze tegel. Heel toevallig, maar dat is meer geluk dan wijsheid. Bijna goed. Ja, maar hij staat namelijk bijna in het midden, want dat is het volgende waar ik naar ga kijken. Ik zet hem in het midden van mijn werkveld. En met midden, dat was op de X als 200 en op de Y als 215. Nou, we zien 210, 215,5, dus wat ga ik doen? Ik ga X veranderen in 200. Y veranderen in 215. Zo. Nu staat hij precies in het midden. Wat ik nu ga doen, nu ga ik die afbeeldingen importeren. Dat moet ik dus 6 keer doen voor 6 verschillende afbeeldingen. Dus wat ga ik doen? Ik ga importeren kiezen. Dat is dus dat vierde knopje van links hier met dat knopje wat van rechts naar binnen komt. Deze dus. Ik ga die afbeeldingen erbij halen. Ik pak eventjes afbeelding 3 voor de grap even. Deze valt nu toevallig ook precies in het midden. Als hij dat niet doet, moet je hem dus gaan slepen naar het midden. En als het goed is, moet hij precies passen, want ook die afbeelding is 15 bij 15. En de instellingen die ik hem ga meegeven, hij komt op de zwarte laag overigens, daar staat hij al op. Dat kunnen we hier aan de rechterkant bovenin zien. De waarden die we hem gaan meegeven, althans in mijn geval met de 15 watt laser, de snelheid van 1000 mm per minuut, maximaal vermogen 85%. Ik zie nog steeds heel veel mensen die 100% gebruiken. Maar dit is niet goed voor de levensduur van je laser. Dus het is echt beter om daar lagere percentages te gebruiken. Dan moet ook je snelheid maar iets omlaag. Hè? 100% zou ik misschien 1500 kunnen gebruiken. Maar dan zit ik wel mijn laser op te eten. En dat is eigenlijk niet de bedoeling. Dus ik ga liever naar 1000 terug en dan 85 maximaal vermogen. Geen constant power.
Bidirectioneel graveren heb ik wel aanstaan. Wat dat betekent is eigenlijk dat hij, zeg maar, zoals je het plaatje aan de linkerkant ziet met die pijltjes, pijltje omhoog, pijltje omlaag, pijltje omhoog, pijltje omlaag. Als ik dat uitzet, zal ik even doen. Even doen. Dan zie je dat hij, zeg maar, pijltje omhoog, dan weer naar beneden gaat zonder te laseren, dan weer pijltje omhoog, dan weer naar beneden gaat zonder te laseren, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Dus, bidirectioneel graveren aan. De overscan bij mij 4%, dat is, ja, dat heeft iemand me ooit verteld en dat gebruik ik maar gewoon. Ik kan niet zeggen dat het voor mij veel verschil uitmaakt, maar laat het maar gebeuren. En wat heel belangrijk is, is die DPI. Die DPI en die lijninterval, die staan niet voor niets achter elkaar. Als ik de lijninterval verander, verandert ook de DPI. Weet je nog dat we net in het vorige stukje hadden dat de DPI op 318 moest komen te staan? Nou, hier zou je dus 318 van kunnen maken. Dan heeft hij gelijk. Ik kan al gelijk naar 340, zie je dat? Dus op zich, die 80 die is goed die daar staat, die 0.080. Dat is dus, zeg maar, hoe ver zijn lijnen van elkaar afgegraveerd. Dan de graveerhoek, die zet ik altijd in 90, maar die zou je ook op 0 mogen zetten. Dat heeft gewoon te maken met of die van links naar rechts graveert of van onder naar boven. Afbeeldingmodus krantenpapier. En het aantal keren 1. We zien aan de rechterkant van die krantenpapier zien we pass-through staan. En die pass-through is normaal gesproken is zo dat als jij een afbeelding in Imager bewerkt, dan hoef ik hier verder geen extra instellingen in dit stukje meer te doen. En door pass-through aan te geven, doet hij de instellingen gebruiken die Imager gegeven heeft. Maar ik gebruik liever de instellingen van Lightburn zelf. Dus hou ik het hierbij. Bevestig dit nu. En ik sla vervolgens sla ik het bestand op. Bestand opslaan. Als, en dan mag je kiezen waar je het wilt opslaan. En daarmee is het klaar om gelezerd te worden. We gaan richting de laser. Zo, tijd om te beginnen met de laserwerkzaamheden. Daartoe heb ik de eerste tegel op het veld gelegd. En nu ga ik tegen Lightburn zeggen van ga maar een kader trekken. Dat doe ik nog zonder lampje. Het gaat mij simpelweg erom dat dat ongeveer de goede plek is. En we zien dat we er nog naast zitten. Geen probleem. Nu doe ik in het venster verplaatsen de fire button aanzetten. Ik weet niet of je dat kan zien. Ja, ik denk het haast wel. Maar hier linksonder zit een heel klein blauw puntje. Even dichterbij brengen. En daar ga ik hem op uitrichten. Dus ik ga zeg maar zorgen dat dat blauwe puntje helemaal linksonder in de tegel komt te zitten. Even de camera terugzetten. Zo. Het is heel belangrijk dat het uitrichten goed gebeurt. Want als je een stuk van de tegel mist, ja, dan is het dus een stuk niet gelezen. En dat zal je in de eindafbeelding gaan zien. Ik richt hem uit aan de hand van de lijntjes op mijn werkblad. En nu ga ik nog een keer kader doen. Maar nu doe ik wel de shift-toets indrukken. En ik ga met name nu heel goed kijken of die goed op de tegel graveert. En ik zie dat ik eigenlijk een heel klein stukje schuin naar boven kan. Zoiets. Dan nog een keer proberen. Nog een keer shift en kader. Hij kan nog wat verder. Even kijken of die recht ligt. Dan nog een keer proberen. Ja, raak de rand van de tegel aan alle kanten. Nu net een beetje uit positie. Even kleine correcties doen, zodat hij goed leest in dit geval en de hele tegel gaat pakken. Ja, en ik ben nu tevreden. Nu druk ik op start en gaat hij beginnen met het laseren van de eerste tegel die in het dienblad gaan worden geplaatst. En de eerste die gaat er nog een heel klein beetje naast, maar dat is niet erg. Want helemaal perfect krijg je het nooit. Nou, we gaan afwachten hoe de tegels eruit gaan komen. Want zo gaan we alle zesde tegels doen. Volgend werkje in het schoonmaken van die tegels. Is het schoonmaken van die tegels natuurlijk niet. Hè? Je ziet de afbeelding, maar om nou te zeggen dat die zuiver is en erg netjes is, nog niet.
Dat komt omdat er ook nog verfresten op zitten. En die verfresten gaan we eraf halen. Ik begin altijd eerst even met een laagje met de isopropanol eroverheen te sproeien. En dat laat ik ook eventjes inweken. Ondertussen pak ik wat papieren zakdoekjes. Even kijken, hier heb ik ze. Zo. En dan ga ik langzaam beginnen met het schoon te wrijven. En je ziet al gelijk wat er dan vanaf komt zetten. Maar dit is nog lang niet alles. Dit is slechts het eerste kleine beetje wat eraf komt. Zo. Want na de isopropanol is het de beurt aan het zwaardere werk. En het zwaardere werk dat is aceton. En aceton smeer ik op het doekje. En ga met dat doekje vervolgens die tegel schoonmaken. En uiteindelijk zou dan de afbeelding er beter uit moeten gaan komen. En dat is natuurlijk wel te hopen. Want uiteindelijk moet hier straks dat dienblad van gemaakt worden. We hebben nu de hele verf eraf. Of dit de goede afbeelding gaat zijn voor het dienblad zal blijken nadat ik zometeen de tweede klaar heb. Ik vind het namelijk vrij donker geworden als ik eerlijk ben. Maar goed, nogmaals, ik kan dat pas zien wanneer ik meerdere tegeltjes klaar heb en ze naast elkaar ga leggen. Dan, of je dan ook werkelijk de afbeelding gaat zien. Volgende stap die ik hierop nog ga toevoegen. Maar dat ga ik off camera doen, dat is niet zo super interessante stap. Ik ga namelijk met blanke lak spuiten. Dus met een spuitbus blanke lak ga ik hem inspuiten. Zodat de kleuren, het zwart er iets meer uitspringt. Zodat je iets meer een duidelijke afbeelding te zien krijgt. Zaak is nu natuurlijk om de andere tegels te maken. Zo, alle tegels zijn gelaserd. En ik heb ze nu eventjes met afstandshoudertjes in het dienblad gelegd. De afstandshoudertjes hebben natuurlijk nog geen zin, er zit nog geen tegellijm onder. Maar ik moet natuurlijk opmeten wat de buitenrand voor formaat moet hebben als het gaat om de stukjes tegels die daar omheen moeten, want er moet natuurlijk een randje omheen. Daarbij heb ik gemeten dat deze 1,2 centimeter is, onderhoog natuurlijk. En links en rechts is 1,5 centimeter. En dat ga ik zo meteen met een tegelsnijder snijden. Maar voor ik dat doe, je ziet dat het een andere afbeelding is als in het begin van de video. Dat heeft te maken met het feit dat wij na 2 tegels gelezen te hebben erachter kwamen dat de afbeelding er eigenlijk te donker uitkwam. En dus eigenlijk simpelweg niet geschikt was om dit dienblad mee te maken. We hebben dus gekozen voor een andere afbeelding. Maakt voor de video niks uit, want het procedé is hetzelfde. Ja, dus we gaan verder met, nadat we die meting hier hebben gedaan, de buitenrandjes met een tegelsnijder te snijden. Ik weet niet of je al wel eens tegels gesneden hebt. Dit was mijn eerste keer. Het heeft me uiteindelijk 3 tegels gekost, maar dat heeft natuurlijk ook te maken met het feit dat deze strips zo verschrikkelijk smal zijn, dat het erg lastig is. Maar het was wel een hele goede training met de tegelsnijder. Natuurlijk zit het nog niet in elkaar. Het zit nog niet in elkaar zoals het hoort te zitten. Maar zo gaat het er ongeveer uitkomen te zien. En de volgende stap is dus tegellijm en de tegels verlijmen. En daarna rest ons feitelijk alleen nog voegen van de tegels. Nou, dat gaan we zo meteen zien. Zo, de volgende stap in ons dienblad is het verlijmen van de tegels. Ik heb dat nog nooit gedaan, dus ook voor mij is dit een eerste keer. Ik gebruik Bison tegellijm Super. Dit is een kant-en-klare tegellijm die 24 maanden houdbaar is, mits je hem goed dichtmaakt. Wat we gaan doen, we gaan met een spatel daarmee een egale laag aanbrengen. Normaal moet je dan met een tandkam er nog overheen, maar die heb ik niet, dus dat laat ik achterwege. En binnen een half uur moet je dan de tegels gaan aanbrengen. Nou, ik ga kijken of ik erin slaag om een goede laag aan te brengen.
Nou, dat lijkt me wel te gaan lukken. Heeft even tijd nodig, dat ongetwijfeld. Mocht je vlekken maken met dit spul, dan kun je dat gewoon met water herstellen. En ik zei al, je hebt een half uur verwerkingstijd. Begin met de hoekstukjes. Want die heb ik speciaal hiervoor gemaakt. Zo. Ook eventjes af en toe mijn vingers bevochtigen. Want op die manier kan je dat tegelwerk wat schoon houden. En de laatste in het andere hoekje. Dan gaan we de randjes doen. Ik doe eerst de randjes. En ik heb van die kruisjes gemaakt die we daartussen kunnen plaatsen. Zodat het allemaal goed zit. Die kruisjes kunnen straks ook weer verwijderd worden. Natuurlijk ook wel handig. Nou ja, en bij de laatste hoeft het natuurlijk niet, want meer ruimte heb ik sowieso niet. Dus dat is makkelijk. Ik ga gelijk ook de andere kant doen. De laatste. Oké, dan kunnen die kruisjes er hier uit. En nu gaan we naar het belangrijke binnenwerk. Zo. Ook voor het binnenwerk gebruiken we natuurlijk kruisjes. Even kijken dat we dat goed geplaatst krijgen. Die. Even ietsje schuiven, zodat we overal iets van een voeg gaan krijgen straks. Ondertussen halen we dus de kruisjes eruit. Zo. Deze iets verschuiven. Moet ook schoon gemaakt worden, hebben we al gezien. Hè? Dat zag je misschien al wel hier. En tot slot gaan we nog even met een natte spons eroverheen. Eventuele lijmresten vanaf dat betegelde oppervlakte. En die hebben we ook, die lijmresten. Dat moet even worden schoongemaakt.
En dat is het dan voor nu. Laatste actie die nog resteert is het voegen, vullen. Maar dat doen we niet nu. Dat kunnen we pas na 24 tot 48 uur doen. En dat gaan we dan ook pas na die tijd doen. Nou, zometeen weer bij je terug als we dat stukje laten zien. Het vullen van de voegen, het schoonmaken van de voegen en het laten zien van het eindresultaat. Zo, de laatste handeling van het maken van het dienblad bestaat uit het voegen van de tegels. En dat gaan we nu doen. Ik heb dit soort dingen nog nooit gedaan, hè? Dus met andere woorden, het geeft mij als een goede tegelzetter niet tegen mij zou zeggen van ik doe helemaal verkeerd, dan zal hij ongetwijfeld gelijk hebben. Ongetwijfeld, daar twijfel ik geen moment aan dat hij gelijk heeft. Alleen ja, je moet met alles toch een keer voor de eerste keer iets gaan doen. Met dit moment dat hij dat doet, dat ik dat dus doe, bekruipt hij natuurlijk de angst van dat al datgene wat ik gemaakt heb voor niks was. En ik hoop dat dat natuurlijk niet het geval is, dat mogen duidelijk zijn. Oké. Het valt aardig wat schoon te maken, maar dat is duidelijk. So far so good. Oké. Dit even aan de kant leggen. En dan gaan we, en dat is ook nog wel een aardig kluifje, de zaak met water schoonmaken. En dan gaan we het schoonwrijven. Wel de overtollige voegmiddel eruit gooien. En langzaam komt dan ook onze afbeelding weer boven drijven.
En u ziet het resultaat ook gelijk in beeld. We zullen even iets dieper gaan. En ik moet eerlijk zeggen, ik ben bijzonder trots op het resultaat. Met name de dank aan mijn vrouw. Want het is natuurlijk ontzettend mooi. Het moet nog wat drogen. Niet te gek veel, maar het moet nog wat drogen. En ja, zie je hier dienblad met tegels met witte verf. Bedankt voor het kijken. Dag.